Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend 6:15. Tering vroeg, dan mag ik pas 1/2 uur later weg. Maar ik ga nu naar het station toe van Rotterdam Noord. Dan gaan we naar het Intercity naar Zwolle. Vanaf Rotterdam-Alexander dan met de Intercity naar Groningen. Want ik zit in de Intercity in Leeuwarden. Dan moet ik dus ook overstap weer voor naar Groningen. We gaan een dagje naar het noorden. Dan gaan we naar Veendam. En we gaan vanmiddag ook nog naar Sneek. En dan weer zo naar Zwolle. En dan smiddags ergens ziet dat Stefan waarschijnlijk, want hij moet me wat geven. Dus ik zei zo van, nou, we houden contact. En ik ben nu op weg naar het station toe. Dan gaan we naar Groningen, Veendam, Sneek en Leeuwarden en Zwolle dan. En ja, dan zie ik jullie waarschijnlijk straks weer op het station. Of als ik op de straatweg ben, later. Zo, we zijn inmiddels op de straatweg. En ik ben blij dat de tram gewoon weer kan rijden. Dat er geen pendelbus meer is. En ik ben op weg naar het station toe. En dan we hebben straks SLT6, dan een DZ4, en dan weer een DZ4. Dan een GTW, dan weer GTW, weer GTW, weer een GTW, weer een GTW. En dan eindelijk weer een DDZ. Ja, het is heel veel GTW vandaag. En naar Zwolle zie ik wel waar ik naartoe ga. Daarvoor ga ik wel denken een beetje richting Utrecht of zo. Maar dat zien we dan straks wel. En dan zie ik jullie straks op het station later. Zo, we zijn inmiddels bij het station weer voor Rotterdam Noord. Moet je kijken hoe ik dit helemaal omhoog gaan lopen, omdat die trap, als we daar nog steeds mee bezig zijn, moeten we hier nog steeds met de rolstoelgedeelte omhoog. Hoe lang nog duren weet ik niet, maar we zijn hier voor het station. Doei! Zo, we zijn inmiddels op het station en ik wacht op de sprinter naar Rotterdam-Alexander. Dus dat ik dacht, dit zit hier alleen worden. En ik heb het gewoon tering heet. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb het gewoon tering heet. En begon het een beetje te mieze regen hier. En ik wil niet naar Flevoland. Maar ik wacht nu op de trein. Die komt over bijna 5 minuten. Dus zie ik jou straks weer later. Zo, we zijn in Zwolle op naar Groningen. Met weer een DDZ. Kijk, dat is dan mijn DDZ. En daar komt mijn DDZ. Vanuit Almere, dus op naar Groningen. Hier is een stoomtrein. Nou, dat is ook helemaal leuk natuurlijk, hè? Dus ja, zo ga je nog even zien natuurlijk, zo'n stoomtrein. En we zijn in Veendam. En tot straks weer. Doei!
zijn in Veendam net de star gezien. We gaan zo terug naar Groningen en dan gaan we naar Sneek. En tot zo. Doei. Zo, we zijn weer in Groningen. We gaan nu naar Leeuwarden en dan naar Sneek. Dus dan zie ik jullie straks weer later. Zo, we zitten nu in de sneltrein naar Leeuwarden. En vanaf Leeuwarden gaan we met de trein naar Sneek. Dan gaan we daar vangen en dan gaan we weer terug naar Leeuwarden en dan weer naar Zwolle. En dan zie ik wel waar ik toe ga. En dan zit ik helemaal in mijn eentje in de sneltrein eerste klas naar Leeuwarden toe. Dat is mooi. En dan zie ik hier straks weer in Leeuwarden. Later. Vanaf Leeuwarden. Ik heb een hapstaf, dat ik nu ga eten. En ik ga nu met deze IC mee naar Rotterdam. Nou, niet naar Rotterdam. Ik ga wel naar Rotterdam, maar ik ga naar tot Zwolle. En ik zou eigenlijk naar Sneek gaan, maar ik heb daar geen zin meer in. Dus ik ga nu naar Zwolle. En tot straks. Doei! Die klaar is, hij zei pas half vier, dus nou, ik moet even kijken waar ik aan mieten, maar dat zie ik dan wel tegen die tijd. En ja, ik ga nu weer naar Tronten, dan terug en dan ga ik naar Utrecht of weer over de Amstellijn naar Amsterdam, die kant op, ik zie het wel. En tot straks weer, yo. Voor het laatst naar heen en weer naar Hovenal en terug. Maar ja, we hebben nu lekker de ICM, lekker comfort. En ja, dan zie ik jullie straks weer later. Zo, ik ben weer nog op weg. Ik kom nu op de bus naar huis. En ja, ik ben een beetje te gaar.
Ik heb even gezegd met Stefan en ervoor geklikt en dat soort dingen. Dus het was wel leuk en ik ga nu naar huis. Ik wacht nu op de bus naar huis. Ik wil wel 5 minuten of zo. Dus ja, dan zie ik jullie zo weer later. Zo, ik ben thuis. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En vergeet natuurlijk niet op het belletje te drukken om meer video's van mij te zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.